Goed mensen, ik zal mijn eigen even voorstellen. Mijn naam is Joop. Joop van de Kringloop. Oftewel Joop van de Troep. En ik ben van Kringloopwinkel Tweede Kans. Tweede Kans is niet alleen de spullen die wij verkopen. Die geven wij ook een derde kans, een vierde kans, een vijfde kans. Nee, dat geldt vooral ook voor de mensen die bij ons werken. Die hebben allemaal een taakstraf. Wat dat betreft kan ik wel zeggen dat de mensen die bij ons werken hetzelfde zijn als de spullen die wij verkopen. Dan zit een crashje op en het kost geen fluit, hè? Ja, dat is toch mooi, hè? Dat is mooi, hè, meneer? Hè? Iets een tweede kans geven, dat is tegenwoordig ook, en hè? Iets een tweede kans geven, toch? Tenminste, ik ga er vanuit dat je ook niet meer hoe je vrouw hier bent. Hè? Nee, tenminste, mijn uurste keus zal het ook niet zijn geweest. Elektrische apparaten, van de water niet meer eens. Ja, zitten hier elektrische apparaten. Moeten de fabrieken harder stoken. Krijgen meer rookontwikkeling. Krijgen een groter gat in de ozonlaag. Daardoor wordt het warmer op de aardbol. Daardoor smelten de ijskap op de Noordpool. Daardoor stijgt de zeespiegel. En voordat je het weet, zit de heel Nederland blank. Zeg, och vader, dan moeten we stoken en stoken, want Nederland is nog maar voor de helft blank. Oh, we hebben nog meer. Meubels. Meubels doen we ook, meubels. Moet ooit wat kwijt, kennen bij ons tweede kans meubels van de week nog een bankstel binnengekregen. Ja, bankstel, bankstel, het was meer de voedselbank. Ja, ik denk dat ik wel twee zakken chips en een zak met chip tussen die kussens ooit geschraapt heb, hè. Ja, dan denken mensen ook, dat is goor en vies. Maar dat is helemaal niet goor en vies, hè. Dat is helemaal niet goor en vies. Daar ging geen klant over klaagd hoe wij die chips en die sep uitdeelden, hè. Ja, la, la.